Maandagavond besprak de gemeenteraad de begroting voor 2017 tijdens de algemene beschouwingen. Voor het oog van een volle publieke tribune mochten partijen hun op- of aanmerkingen geven bij het programma van het college. Een jaar voor de verkiezingen betekent dat een uitgelezen kans voor partijen om zich te profileren. De coalitiepartijen zijn tevreden. Dan kunnen we niet ontkennen dat hij er gewoon ronduit gezond uitziet. En wat blijkt, op zo'n beetje alle terreinen scoren wij hoger dan het landelijke gemiddelde. De oppositie is kritisch en schetst een somberder beeld. D66 ziet het laatste jaar van de coalitie als een zinkend schip en gaat een deel van de begroting naar alle waarschijnlijkheid zelfs afkeuren. Het financieel kader sociaal domein is een warboel. Houtje touwtje oplossingen, weinig koers. Het is zo treurig, we kunnen er wel om huilen. Daarom is D66 voornemens deze begroting vanwege het deel dat betrekking heeft op het sociale domein af te keuren. Nu de kapitein van het zinkende schip verlaat, zijn wij allesbehalve bereid om deze vastgelopen roestige boot in te stappen. Misschien is het tijd voor een nieuwe vloot. Dank u wel. Mevrouw Tjerdema, een rustige avond. Volgens de coalitiepartijen komt pakjesboot veilig in de haven aan. Volgens u een zinkend schip? Ja, het is maar net hoe mooi het gepresenteerd wordt. Hè? Dus aan de ene kant is een structureel zicht op een positieve meerjarenraming. Dat betekent zoveel als dat de gemeente over een paar jaar gemiddeld geld overhoudt. En tegelijkertijd hebben we een groot tekort op het sociaal domein. En daar hebben we een beetje houtje-touwtje oplossingen voor. Dat is ons standpunt. En dit college verkoopt het alsof het heel degelijk beleid is. Maar het is in mijn beleving een vrij zwabberende koers op dit moment. Een zwabberende koers en dan ook nog met kapiteinen die het schip gaan verlaten. Ja, je weet, Thea Koster gaat weg per 1 januari. Dat betekent dat de portefeuillehouder die verantwoordelijk is, het meest verantwoordelijk voor jeugdzorg en sociaal domein. Dus precies zeg maar op het domein waar de problemen zitten, die wethouder gaat er nu vandoor. En dat kan eigenlijk niet volgens u? Ja, natuurlijk. Iedereen kiest zijn eigen moment om weg te gaan. Het is ook meer metaforisch bedoeld voor het einde van deze coalitie en deze collegeperiode. Want het is 2017 bijna en dan hebben we weer verkiezingen. D66 diende maandagavond 7 moties in en een amendement. Mede-oppositiegenoot de VVD koos een andere aanpak. Fractievoorzitter Serge Hollander diende geen enkele motie in, maar wilde graag nog antwoord op een vraag die de partij 2 jaar geleden al stelde. De partij wil graag weten waarom de gemeente Leeuwarden verhoudingsgewijs meer geld besteedt aan zorg dan andere gemeentes. Een verschil van bijna €800 per inwoner. Tot nu toe bleef die vraag onbeantwoord. Nee, er is nog nooit een antwoord op gekomen. Het college weigert eigenlijk ook om daar naar te kijken. Ik noemde het in mijn bijdrage al, het verschil van €800 per inwoner ten opzichte van Zwolle, die ik nog steeds niet een asociale gemeente vind, betekent bij een begroting en de inwoneraantal van Leeuwarden een verschil van 86 miljoen per jaar. En dat vind ik een hele hoop geld. En ik vind dat het college daar eerst maar eens naar moet gaan kijken, zonder aan de, laten we zeggen, wat kleinere posten van soms €100.000 te gaan draaien. En ik vind ook eerlijk gezegd het gewoon niet kunnen. Ik vind het bijna onbehoorlijk als je niet bereid bent om naar dat soort verschillen te gaan kijken. Weet u zelf al waar dat verschil vandaan zou kunnen komen? Heeft u daar onderzoek naar gedaan? Nee, maar dat ga ik ook niet doen. Want 86 miljoen verschil is best een behoorlijk verschil. Wil je dat heel goed onderzoeken, heb je gewoon echt een hele zware onderzoeksdelegatie nodig. Waar je echt op diepte in een begroting moet. Zover kunnen wij als raadszijde vaak niet gaan, maar dat kan het college met haar ambtenarenkorps wel. En ik vind ook dat als je hier wat dat betreft de gemeente bestuurt en probeert het sociale domein ook gewoon betaalbaar te houden, dan vind ik dat je zelf naar dit soort dingen moet gaan kijken. Hoofdthema van de avond was het sociaal domein. Door overheveling van zorgtaken van Rijk naar gemeente betekent dit dat zorg binnen de gemeente en dus ook binnen de gemeentepolitiek steeds belangrijker wordt. Een opvallend moment was het debat over Amaryllis. Om het tekort van 12 miljoen op het sociaal domein op te vangen, heeft het college voorgesteld om 6 ton te bezuinigen op de sociale wijkteams. Maar de raad vindt dat te voorbarig. Ook coalitiefracties CDA en PvdA.
Nou, we hebben, kijk, we lopen gewoon uit de pas ten aanzien van de middelen. We hebben 12 miljoen tekort op het sociaal domein op de lange termijn. Dus wij snappen dat we maatregelen moeten nemen om dat uiteindelijk bij elkaar te brengen. Maar wij vinden de functie van de sociale wijkdienst wel heel erg belangrijk, omdat dat de eerste plek is waar mensen met een zorgvraag komen. Dat voordat je daarop gaat bezuinigen, moet je wel heel goed weten wat je doet en wat de effecten daarvan ook zijn. Die zijn nu volgens ons nog onvoldoende in beeld. En daarom hebben we gezegd, neem nou een jaar de tijd met elkaar om goed naar elkaars werkwijze te kijken en wat het voor mensen betekent en wat de effecten zijn op de dienstverlening op mensen met een zorgvraag. Die ruimte is er financieel ook, dus we konden het ook goed doen. Maar dan zit u in het college en toch wordt er bezuinigd. Ik denk, bent u het dan niet eens met uw eigen partij? Nou, kijk, we moeten nog zien. Kijk, we hebben nog niet het antwoord gehoord van het college. Dat komt zometeen in de tweede termijn. Ik denk, ze hebben het al voorgesteld. Ja, wij hebben het voorgesteld en we hebben het ingediend. En ik denk ook dat het college het niet zo erg vindt om wat meer tijd te krijgen van ons. Kijk, zij hebben de opdracht van ons meegekregen om binnen budget te blijven. Dat lukt nu even niet, dus komen ze met voorstellen om daar wel naartoe te groeien. En wij hebben gezegd op het onderdeel Amaryllis, neem daar nou één jaar meer de tijd voor. En ik verwacht niet dat het college daar dat zal afwijzen. De Haan kwam nog wel in een debat terecht met Gijs Jacobsen, fractievoorzitter van gemeente Belangen Leeuwarden. Die vindt dat de coalitie de 6 ton voor Amaryllis niet al voor de gesprekken met de organisatie op tafel had moeten leggen. Dan tot slot nog de reactie van de heer Jacobsen. Die zegt van, is het niet een beetje gek dat u straks een gesprek aangaat met al die 6 ton die op tafel ligt al? Ja, maar wij geven die 6 ton niet voor altijd. Wij geven die 6 ton om 2017 te nemen om met elkaar echt goed daarnaar te kijken. Wat de heer Jacobsen doet is roepen dat hij wil dat er niks verandert en tegelijkertijd daar geen middelen bij leggen. Nou, dat kan niet. Dus wij zeggen, nou, het is ons zeker 6 ton waard om een jaar de tijd te nemen om met elkaar goed scherp te krijgen van wat er wel en niet mogelijk is en wat eventuele maatregelen betekenen voor de dienstverlening. Daar is voor ons te belangrijk voor. In het tweede termijn was het college aan zet met de beantwoording van de vragen van de raad. Daaruit bleek dat het college meegaat met de wens van de raad om de bezuinigingen op Amaryllis nog eens goed te bekijken en eerst het gesprek met de betrokken partijen aan te gaan. Nee, wat wij gezegd hebben is dat om de zorg betaalbaar te houden, hè, want er zijn een aantal taken van het Rijk naar de gemeente gegaan, dat is al 2 jaar geleden gebeurd, maar niet al het geld is meegegaan. Dus wij zijn als gemeenten, meervoud, hè, dus alle gemeenten in het land, heel erg aan het uitvinden, hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat die zorgtaken voldoende kwaliteit houden, maar toch goedkoper uitgevoerd worden. Want we kunnen dat als gemeente natuurlijk niet allemaal bijleggen wat het Rijk heeft laten liggen eigenlijk, dat kan niet. Nou, we hebben nu als college een voorstel gedaan om wat scherper te kijken naar alle tarieven. En er zit onder andere ook een bezuiniging in op, laten we zeggen, de sociale wijkteams. Dat is wat de coöperatie Amaryllis uitvoert. Daar heeft de raad van gezegd, nou, die bezuiniging is in principe akkoord, maar wij vinden het te snel gaan. Dus wij willen niet dat jullie in 2017 al bezuinigen. En daar heeft de raad geld voor beschikbaar gesteld. Dat gaat inderdaad om 6 ton, dat is dus alleen voor 2017. En de raad heeft ons als college gevraagd, ga met ons in gesprek, ga met Amaryllis in gesprek om te kijken of die bezuiniging nodig is en zo ja, of die bezuiniging dan zo hoog moet zijn. En dat gaan we de komende tijd doen. Hoe gaat u dat doen? Want ik neem aan, als u zegt de raad heeft daar geld voor beschikbaar gesteld, dan denk ik van dat moet dan weer ergens vandaan komen. Ja, dat klopt. Dat geld is uit de algemene reserve gehaald. Zoals ik al aangaf is het natuurlijk heel erg belangrijk om goede reserves te hebben als gemeente, want je loopt ook risico's, hè. Onder andere risico's als het gaat om zorg, maar ook algemene risico's die we niet echt kunnen voorzien. Er kan bijvoorbeeld opeens iets instorten of zo, waar je verantwoordelijk voor bent als gemeente. Nou, we hebben die risico's ook becijferd en wij zijn tot de conclusie gekomen dat daar een behoorlijke plus in zit. En wat de raad nu eigenlijk doet, is iets uit dat plusje halen, dus het surplus van de minimumstand van de algemene reserve. En dat zetten ze in om 1 keer te overbruggen, dus om 2017 nog niet te bezuinigen op Amaryllis. Dat is eigenlijk wat ze gedaan hebben. Thank you.